Hallo sepentjes, ik ben Rick van Summit Gamers, nieuwe aflevering van het Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn. Ik denk dat we deze kant op moeten en we naar de wietplantage moeten. Ik ben alweer een paar dagen verder dat ik dit opneem. Ik heb nu eindelijk voorraadjes van video's, dus ik kan ze een beetje om en dan uploaden. En dan wordt mijn uploadschema heel raar, want dan upload ik sommige series gewoon maar eens per week. Nou, twee keer per week ongeveer. Dus ja, wat minder geüpload. Nou is de wietman in één keer weg. Nou, vooruit dan maar. We zijn binnen, kapitein. We zijn binnen. Gevonden. Captain Obvious. Hey, kijk, een luik. Hoppa. Filmpie, bitches. Ik heb net het hele stuk met Bobby overnieuw moeten doen, vind ik niet cool. Maar voor jou, vrouw maar. Voor jullie, ik doe het voor jullie, hè. Ik doe het met liefde. Hoppa, ben een meeuw. Wie had dat nou verwacht? Spatiebalk, bitch. Zeker weten. Kijk wat de fuck gebeurt, hè. Vliegtuig. Laat het vliegtuig maar vallen, jongens. Nou, het is tenminste weer een 2D stukje, dat vind ik leuk. Kan ik waarderen. Oh, vet, het is een onderwater scootmobiel ding. Vet. Oh, je moet nog sturen ook, dat is iets minder vet. Je weet dat het niet goed gaat als je mij laat sturen met zo'n ding. Je hebt niet eens levenspunten, dat vind ik raar. Ben je dan in één keer dood? Zit het zo? Wee! Doe al barrel roll! Er zit geen barrel roll knopje op, jongens. Dat heb ik nu. Waarschijnlijk is één van de twee een geheime schatdingkamer. Stekels! Ik weet niet of bubbels ernstig zijn. Zo te zien wel, want er komt allemaal stroom van die bubbels af. Bubbles, bitches! Oh, kut! Godverdomme! Dat is niet leuk, hè? Oké, okay, nog een keer. Poging 2! Yay, ik ben een dolfijn! Waarom zou je een meeuw willen zijn als je ook een dolfijn kan zijn? Het leven van een dolfijn is fijn. We vliegen over de zeebodem, maar eigenlijk zwemmen we. Want dolfijnen vliegen niet. Dolfijnen vliegen niet. Een dolfijn zou nooit vliegen. Hij zou het niet proberen. Dat vindt hij niet leuk. Want hij is een dolfijn. Waar slaat dat op, Rick? Dat weet niemand. Maar wij zijn dolfijnen. Een dubbele dolfijn zelfs, om precies te zijn. Van 1, van de schaal van 1 tot dolfijn zijn wij toch wel een dolfijn, denk ik, ja. Oh, kut. Bijna. Ja, nee, ja, nee, ja. Ja, misschien. Dat zijn veel kwallen. Dat zijn veel kwallen. Hoppa. Maar we zijn een dolfijn. Het is fijn om een dolfijn te zijn, dus. Oeh. Dat was krabby. Krabber. Groepgrip. Zo, kom je dat we dat... Oeh. Dat was een gulden krab. Wacht, kunnen we dat hele rondje gewoon nog een keer doen? Ja. Kijk. Vet. Ja, bij die andere stukjes komt natuurlijk ook terug, maar ja, dat is nogal veel moeite voor al die kruisingen. Dit was een makkie, dus die laten die gewoon even doen. En nog één. Oh my god. Oké, dat was aardig close. Oh god, een grote krab. Grote krab kwal, dat is geen krab, dat is een kwal. Oh nee, hij gaat achter ons aan. Als je het allemaal zonder checkpoints moet doen, vind ik dat heel moeilijk hoor, voor kinderen van een jongere leeftijd. Ik had trouwens in de Power Limited stond een heel ding van... kinderspellen, van cartoonspellen die gemaakt zijn tot kinderspellen de laatste tijd. En daar stond Kuifje ook bij, in het geheim van de ene. Dan dacht ik, hey, die speelde ik. Maar dan stond ook dat er een Looky Look spel was uitgekomen. Ik dacht, misschien is dat wel leuk om ooit nog een keer te doen. Niet in de dichtbije toekomst, maar dat soort spellen zijn natuurlijk wel leuk. Aangezien heel veel mensen mijn Kuifje-serie ook zo leuk vinden. Ja, dat eraf moeten gooien. Oh, wat mooi gedaan, jongens. Spider-Man! Nu is het niet meer Spider-Man! Bananen. That's racist. Ik vind het racistisch dat we met bananen moeten gooien, maar we in het buitenland zijn. Hoppa. Ha, gay. Dat was gay. Die mannen betasten elkaar op niet fijne plekjes. Dat is gay. Hé, hey, een kist. Kom hier, krap vriend. Tadam. Ik ga denk ik nou meteen nog een aflevering Kuifje opnemen. Ik weet niet, ik zit wel lekker in op dit moment. Ik vind het is gewoon een goed spel, weet je. Het is niet het spel dat ik zeg van dit moet iedereen spelen. Maar als ik het speel, dan... Heb ik niet, zoals met sommige games, dat ik me gewoon dood aan het vervelen ben. Het is gewoon, ik vermaak me eigenlijk wel. Het is dan wel, het is niet fantastisch qua graphics of gameplay. Maar het speelt gewoon wel lekker. Het is ook, misschien is het gewoon omdat het makkelijk is en het een spel is waarin ik wel kan winnen. Misschien is dat het, maar in het algemeen vind ik het gewoon wel een leuk spelletje. Fuck jou, bord. Niemand wil jou. Oh, heb ik de kapitein voor nodig. Eyo, Captain Jack. Die grap heb ik de vorige aflevering al gemaakt. Dat mag dus niet meer. Spatiebalk, bitch. Spatiebalk. Zorg voor ernstig letsel bij volwassen mannen. En als vooral ze eruit zien als boeren. Spider-Man. Die grap maakt hij net ook al. Gooi me omhoog, kapitein. Laat mij een meeuw zijn. Dat deed je net al, ja. Wat? Spider-Man. Oh, kijk, ik zie het al. Ik zie de situatie, joh. Oké, okay, moet hier door de... Oh my god. Moet ik hier omlaag? Oh. Ik zie het al. Denk ik. Ik heb geen idee waar ik aan... Kom ik hier vandaan? Ik snap er geen flikker meer van. Ja, ik kan me niet vandaan. Waarom zijn dan die barrels dan? Nou, barrels, crates. Kappie, kom je nog? Kapitein? Oké, raar. Ik kan hier wel vandaan, of niet?
Nou, je moest gewoon daarheen. Oké. Okay. Ik denk dat het nog goed gaat. Ik heb geen idee. Misschien zijn we helemaal aan het backtracken. Daar hou ik niet van. Oh nee, we gaan goed. Niat! Hoppa! Recht in zijn bakjes. Nee, 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 ik wil geen pijnen. Jij ziet eruit alsof je nog kan vechten. Nu niet meer. Dat scheelt. Zo, deurtje. Oh, kijk, het licht gaat aan. Voor de verandering. Oh vet, mag ik nu de kapitein zijn? Mag ik 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 de kapitein zijn? Dat is Kuifje. Dat is niet de kapitein, dat is Kuifje. Kijk, wat is dit voor interessante hersenkraker, brekerpuzzel. Friese vlag, hersenbreker. Snap je? Vanwege Friese vlagbreker. Wat is eigenlijk de moeilijkheid hiervan? Het is wel moeilijk om te zien wanneer het nou geldt als 3D en niet. Nou, dat was moeilijk. Oh, kijk, kijk. Kijk, nou verklaarde waarom je net de kratjes stonden. Zo, dat was moeilijk. Oké, dan moet je omhoog. Dat wordt wel iets makkelijker eigenlijk. Nou je het zeg. Ga je nader inzien. Hoppa. Duizend bommen en granaten, dat heb je nog nooit gezegd in het spel. Ik kom. Hoi. Oh, hij is lekker aan het vechten met kinderen. Die eigenlijk gewoon volwassen boeren zijn. En daar komen mensen in jurk aan. Mannen in jurken, kom ten strijde. Man in koelkort broekje. Hoppa. Voel de macht van de heer Kuiver. De heer Kuivert. Zoals ik ook wel genoemd word door vrienden. En de familie ook. Familie ook hoor. Kijk, oh, even een spacebalk, een spacebalk. Hé, hey, wacht, die zijn we al geweest. Dit komt bekend voor. Oh, ik moet ook sneller klikken. Klik man! Nee, serieus, wat de fuck ben ik aan het doen met mijn leven? Kuifje, mag ik vragen wat jij eigenlijk aan het doen bent? Vooral waarom de kapitein ons zo intens aan het betast is? Ik heb echt het idee dat ik iets verkeerd aan het doen ben. Nee. Wat de fuck ben ik aan het doen dan? Ik druk er echt helemaal de linker muisknop. The fuck? Gaat blijkbaar... Wat? Ik snap het niet helemaal, denk ik. Ik wil zeggen, was dat niet eerder? Zijn we gewoon niet heel dom bezig nu? Waarom hebben we eigenlijk het licht aangezet? Dan zijn we nu aan het backtracken. Niemand weet het. Maar daar gaat het niet om. Waarschijnlijk gaan we helemaal de verkeerde kant op. Daar gaat het zeker niet om. Sowieso zouden we de verkeerde kant op gaan. Dan gaan we weer omhoog. Je moet toch wat, hè. Skere tijden, G. G-boys van me. Wee! Dat ben jij. Dat is de kapitein, maar geen zorgen, Rick. Dat is de kapitein, maar. Neem aan dat we dan naar rechts moeten. Ja, als je dan toch ergens heen moet, ga je dan wel naar sector B. Hoppa! Huh? 2-1. Ineens zat er gewoon een ene man in die andere man. Oh, nee, dan gaat het deurtje open. En de kapitein mept hem voor zijn bakkes. Oh, hier is een deurtje. Kapitein, deze deur moet u eventjes openslaan met uw mannelijke mankrachten. Komt u maar. Waarom kan de kapitein die vent niet doodmaken? Is het zo moeilijk? Ik kom alweer helpen, joh. Hoppa! Echt, ik vind het wel grappig van Kuifje. Dus veel sterker is dan de kapitein. Want de kapitein krijgt hem niet dood, maar de kapitein beukt wel in één keer die deur eruit. Nou, even hoe hij het een deur kan noemen. Houten versperring. Laten we het zo noemen. Oei, koprol. Die pakken we eventjes, hè. Ik vind het wel jammer dat we zijn wapen niet pakken. Heb ik ook al eerder opgenoemd. Beetje dom. Hoppa! Trap in zijn gezicht. Zo doen we dat. Zijn ligt hier onder mijn schatkist. Niet eens. Hop. En hop. En die heeft... Au. Die heeft pijn aan zijn plasser vanaf nu. Eens even kijken, wat is hier allemaal voor leuks te doen? Ah, hey. Glijbaan. Ik ben dol op glijbanen. Zo, lekker omhoog. Hop. Oh, hey, een pressure plate. Waarschijnlijk zul je hier wat tijd onder hebben staan. Waarschijnlijk... Okay. Haast je! Hoppa! Hé, hey, hoe kon de kapitein hier in één keer? Teleporterende kapitein! Teleporteert zichzelf! Dat is zijn manier van transport! Teleporterende kapitein voor de win! Subscribe op hem! Hij heeft geen YouTube-kanaal! Als je nu geniaal bent, maak je een YouTube-kanaal aangenaamd. Teleporterende kapitein! En dan krijg je vast wel één abonnee door dit filmpje! Ja, wat de fuck is dit? Serieus, wat de fuck doet dat? Ik snap het. Oh, ik zie het al. Ik zie het al. We moeten iets met het gewicht doen. Trouwens, we gaan eens even terug. Oh, kijk, hey, wat is dat nou even grappigs? Eerst even terug. Terug. We hebben hier gewoon een gulden krab. Oh, daar kunnen we niet heen. Oké, daar kunnen we later heen. Daar is een gouden krab. Moet je iets via het water doen. Ik denk dat we... Ik zie het. Deze nou even op dat ding slepen. Hey, spatie.
Een duw in hem. Nee, ik wil graag trekken. Ik wil graag trekken. That's what she said. Kom maar. Kom maar. Duwen. Wayne breekt het sowieso al. Nee. Kijk, nou, oké. Okay, dat dacht ik al. Dus dan moet de kapitein. Dan heb je lekker verheugen. Dankjewel, kapitein. En dan... Nee, ja. Nee, ja. Ja. Hotse flotse. De natuurkunde werkt. Zo, dan kun je hier... Links afslaan nog even een gulden krapje aan. Kun je ook nog doodgaan door te lang onder water te blijven? Op dit moment niet. Het is leuk om te testen, maar eventjes niet nu, want ik ben druk bezig met opnemen en niet doodgaan eigenlijk. Dat is een van die dingen die ik doe als ik opneem. Niet doodgaan. Nou ja, dat valt best wel mee. Ik ga heel vaak dood. Denk maar aan de Let's Race. Maar dan ja, dat is uitzondering. Alles heeft zo zijn uitzonderingen. Zo, want geen enkel systeem is perfect. Even eens ademhalen. Zo'n geluid. Zo klink jij nu, Kuif. Wee. Komen we nog wat zeemerminnen tegen die fucking grote borsten hebben. En dat is dan leuk. Die end. Ze leven nog lang en gelukkig. Waarom hebben we altijd zo'n dramatisch shot van het kasteel? Achtige ding. In hoeverre je het een kasteel kunt noemen, is het een kasteel. Hoppa. Super epic air jump. Wat de fuck is dat voor gif? Ah, het is een corrosief middel. Een zuur. Oké, dat kan maar leven. Gooi maar, Kui. Oh, nee, zo werkt dat niet. Hoppa. Ik denk dat het in de echte scheikunde ook zo werkt met muren eruit blazen met een groen middeltje, wat eigenlijk gewoon niet zo'n zuur is, maar... Als jullie beweren, mensen van Kui 4, dan geloof ik het wel, hoor. Ik zeg nu Kui 4, in plaats van Kui 4, dat is cool. Naar boven of naar beneden, wat zullen we doen? Oeh, beneden is een paraplu, man. Ik heb het niet zo... Oh, boven is ook een paraplu, man. Ik haat paraplu-mans. Kijk, we sneaken de paraplu, man. En we pakken natuurlijk niet zijn paraplu, maar dat zou veel te handig zijn in dit spel. Oh, moet via die deur. Oh, dan wordt het iets moeilijker. Dan wordt het iets moeilijker, want dan kan een paraplu maar pakken. Geef je over. Even wachten. Hoppa. En dan gaan we gauw hier naar onder. Kom maar, paraplu man. Jee, paraplu man is kaal. Lol. Hoppa. We hebben een goede... Oh, kijk. Oké, wat nu? We kunnen lekker verder met ons leven, denk ik. Oh, we hebben dat middeltje nodig, dat te zien. Is het een toegankelijke deur of hoe zit dat nou? Oh. Hoppa, dat zou pijn gedaan hebben. Als je er een hele muur uit kan blazen, vind ik het een beetje raar dat jullie daar niet dood aan gaan. Dat jullie niet levend wegbranden. En ja, dat gewoon jullie hele... Waarschijnlijk jullie huid oplost, want botten lossen niet op door zuren. Dus eigenlijk muren ook niet. Hey, gescheikundeerd. Als je botten wil oplossen, heb je zeep nodig. Iets heel zeepigs, iets heel basis. Kijk, gaat die vent dood nu als ik dit doe? Waarschijnlijk wel. Hallo, je bent dood, dat is zo grappig. Yay, de kapitein kan weer teleporteren. En allemaal dus nu weer naar het kanaal natuurlijk van teleporteren de kapitein, want hij kan zo goed teleporteren en shit. Hoppa. Wat ben jij ervan, kap? Ja, wat nu dan? Oh, hier is een deur. Nou, logisch. Hoppa. 3D. De fiets specialist, drie. Dan vragen we het aan Ben Salade. Wie? Pen salade? Ik hou niet van salade. Ik hou wel van pennen, anders kan je niet schrijven, want ik hou niet zoveel potloden, dus moet ik wel bij pennen. Dolfijntijd! Het is tijd! Dolfijntijd! Het is fijn! Dolfijntijd! Het doet me goed! Dolfijntijd! Ik laat je zien hoe het moet! Dolfijntijd! Dolfijntijd! We zijn een dolfijn in dolfijntijd! 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 We zwemmen door het water als een dolfijn! Dolfijntijd, dolfijntijd, het is fijn, een hele fijne tijd. Oh yeah, dolfijntijd, niet kwaltijd, hele gemene kwaltijd, geen kwaltijd, geen kwaltijd, want wij zijn een dolfijn. Dolfijntijd, Donfontein, Fontein, Pim Fortuyn, for the win. Ja, true story. Oh nee, landmijnen. Oké, die gaan... Oh, kut, sorry. Sorry, dat bedoelde ik niet. Oh, we zijn weer hier. Dolfijntijd, dolfijntijd. Het is weer tijd voor dolfijntijd. Dolfijntijd, dolfijntijd. Want we zijn een dolfijn. Eigenlijk niet, eigenlijk niet. Maar het lijkt er wel heel erg op. Want we hebben een of ander geel dildo ding. Daar kunnen we zwemmen door het rare water. Dolfijntijd, dolfijntijd. Dat vindt iedereen leuk. Kut. Maar misschien heb ik die krap nu wel op een checkpoint. Dat scheelt voor dolfijntijd. En dat vindt iedereen leuk. Maar als ik vaak doodga, dan hebben we lange dolfijntijd, dolfijntijd, dolfijntijd. Dan lijk je op een dolfijn. Auw! Ik zeg, nieuw album, nieuw album.
Oh nee, de timer zegt geen nieuw album. Kut, kut, waarom doe ik dat? Ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we gewoon lekker verder met het bezwemmen van dolfijntijd. Het zijn van een dolfijn is veel beter dan het zijn van een meeuw, soms. Dus bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Ik vind het wel de beste kuifje aflevering tot nu toe. Vooral vanwege het dolfijntijd liedje. Maar dat is natuurlijk aan jou te bepalen als kijker. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Kuifje in het Geheim. Bedankt voor het kijken tot de volgende aflevering. Doei! Trin, trin. Nou, vraag me dan.